meegenomen. Jacob en Betty, 60 jaar getrouwd. Jaapie, zo'n pagonym, hè? Hoe kom je aan die namen dan? Jaapie, ik heb met Bram werk. Dat was ook van om, dat was Hendrik van Om. Ja. Wat zal de Bram? En de vering kwam de Bram. En zo nu heb ik die naam hoger dan ik, van Jaap de Bram en Jaapie de Bram. En ik ben Jaapie. En dan bleef ik ook Jaapie. Wat voor school heb je gewoon? Naar de vormde school in Wezen. Wat voor meester had je dan? Juffrouw Zonnereiter. Ja. En meester Felix. Die waren in Jorfsum. Ja. In de Tweede Wereldoorlog. Ja. De eerste ervaring met de Duitsers was niet goed, hè? Nee. Mijn vader die heeft in de concentratiekamer zitten. Die heeft een schuip in de slag voor de buren. Allemaal voor elkaar. En het heeft ze verklapt. En toen zo bepaald is dan kan mijn hamers worden. Ja. Is niet goed afgelopen, hè? Nee. Tussendoor even iets verkeerd gegeten. En tussendoor kon te sterven. Ja. Ja, en toen moest ze niets doen, maar mijn moeder had geen geld. Nee. Dus toen heb de kooplu heb allemaal geld bij elkaar gedaan, dat er naar huis toe kon komen. Dat hij hier begraven kon worden. Dat de kooplu allemaal dan uit wezen. Ja. Je bent opgegroeid? In Veld. In Veld? In Wegen. Hoe ging dat dan? Gewoon dat naar school gaan, dat weet je nog, maar weet je, dat werkt allemaal niet, hè? Ja. Maar daarna dan? Tot de jaar 16 en 17? Nou, toen ben ik bij Bram konden werken. Ja. Vanaf mijn 15e. Tot mijn 81ste. Dunk, ja, ook ben ik later weer mezelf begonnen dan. Ja. Ik was 21, toen ben ik weer mezelf begonnen. En dat was eerst niet zo makkelijk, ja. Nee? Nee, oh nee. Vooral in de winters niet. Als je dan glad was, moet je peren scherp maken. Ja. Ik heb ook een keer in mijn sloten liggen, met een heleboel. Ja. Ik wou mijn vrouw, moest ik hebben meer flessen opbouwen. En Peer is zo staan en ik kom dan lopen en Peer zei me staan en stap vooruit en ik kijk een keer rond en door een keer. Ja. Ik bij Klinkam de dwarste weg over, maar het was niet zo druk als nu. Ja. Nee. En er lag een heleboel bij Klinkam in de sloot, alles kapot. Peer het bekeerde als er niks aan, alle delen waren gevlend. Maar ja, later is het veranderd en gooi met auto's. Ja. God jongen, ik had nog geen jas aan, ik had gewoon gewend. Als het slecht weer was aan buien, bleef ik zitten. Als het koud was, bleef ik aan de auto zitten. De motor laten draaien. Yeah. En ik had, nee, dat was al hoort wat beter als vroeger. Maar je had nog een klakson aan boord, of niet? Jazeker. Ik kon niet overal aanbellen. Yeah. Ik kon gestaan en dan had ik de klakson drukken. En dan bleef ik wat neur had. Die kwam. En die wat neur had, bleef eruit. Okay. Hoe lang heb je werkt dan? Ik was al 81. Ik heb 65 jaar werk. Lang genoeg, niet. Van werk heb je hier dan? Bij de Weerkon, bij de Dassenfabriek. Maar nu is dat geen stropdassen? Ja, maar de Dassen is veel deftiger dan stropdassen. Ja. Hoe lang heb je door de werk? 8 jaar. Ja, 8 of 9 jaar, zo lang. Ik ben 15 jaar toch getrouwd ben ik naar de Dassenfabriek. Jaapie, was dat uw eerste liefde? Nou, niet helemaal. Nee, niet helemaal, nee. Nee, we hadden stil wat voor. Hoe voelde dat? Oh, stil wat 4 uur. Maar dat was een blieverd. En die andere was maar zo een paar jaar, vind ik wel even een andere. Maar die ging mee uit de bromvissen. En de borduurjaar, die waren 4 diënders of zo, een uur moest op de bromvissen zitten. En ik geur zie het weer de derde was. En die andere, ik ben niet aan de passen gekomen, wie ben de deur erin? Ze hoort ook de middelbare vrouw. Mooie tijd of niet? Oh, heel mooie tijd. Heel mooie tijd. En zo blijf je mee. Nu ze wacht daar nog café, bos en blijf je bier drinken. Ja. Je bent getrouwd, hoezo? In gemeente, dus in Oldebroek. En we zijn getrouwd in de kerken hier in Wezen. Het was zo warm, Kees. Ik kon als er niet in de auto zitten. Het was 31 graden. Je hebt 2 kinderen gekregen? Ja. 5 kleinkinderen en 8 achterkleinkinderen. Help de kinderen hoeveel? Ja. Dat goed voor mij, ja. Dat moet ik zeggen. Ook voor Roema? Ja, ook. Nou, niet zwaar. Nee? Nee, zelf niet zwaar, best. Nee? Nee. Allemaal mama. Dus dat bent verbeterpunten eigenlijk. Hij nee, valt er mee, ja. Ja? Ja, nee. Je hebt niks te klaar. Nee? Nee. Nee. Je zoon is Henk? Ja. Zijn vrouw is overleden? Ja. Een hele moeilijke periode had ja. Niet? Ja, en nog altijd. Ja.
Ja. Ja, dat vergeet hij niet zoiets. Nee, dat blijft altijd bij jou. Ja, dat kun je niet vergeten. Foutje ziekenhuis? Ja. Ja, ze was opereren aan de schildklier en toen heb ze vergeten een... Jodiumkuur? Ja, heb ze vergeten hem te doen. Ze moest zelf nog opbellen, hoe schonk. Je hebt aan ze vergeten. En dat is wel erg, ja. De eerste vakanties? Ja, geen geld? Nee. Ja, kinderen? Waar ging je daar naartoe? Ja, naar de leemkuur, daar hongen we hier. Door de bult staan een fles en limonade mee. En een sneeuwbrood. Nou, dit, ja, fijn was dat hier. Dat was gezellig zo. Ja, verder kwam hij niet. Als je een paar jaar verder bent, dan ging je misschien wel met de kinderen aan toe. Wat was de eerste vakantie met de kinderen dan? Verder weg. Naar Nijkerk, naar de Centerparks toe. Oh, daar heb ik ook wel eens gegaan. Ja? Onze reine ging soms kuien met ons. En die had, kijk, dat mag niet zijn. En dan ging ik lopen door zo. En nou, toen kwam er weer aan en nu toe. God, Grieken heeft de jas ook laten hangen bij ons. En dan stappen naar binnen met die grote hond aan touw. De deuren los. Ach, god, een ander echtpaar. Die zaten er mooi met de kerstjes aan en de lampjes en de honden over de tafel. Hier. Nou, dan kun je weer nog genoeg doen door zo. Jongen, dat zat in verkeerd nu zien. Nou, dat is toch mooier niet? Ja. Ja, daar hebben wij zat, ja. In Turkije net zo. Toen zaten we even zo schikker met elkaar allemaal. Midden in de straten door. Ja, en zo de tafels bij elkaar, daar zaten we. En we waren ook op de markt aan het lopen door. En toen was Inge er ook nog bij. En toen zegt die Inge, zijn dat ook echte leentassies, wij? Ja, zegt die Inge, dat zijn echte leentassies. Maar ik wist niet dat die, hij convidens kreeg. Die kon alles verstaan bij ons. Ja, zegt ze, bij goede tassies, ja. Ja. Wat ben je voor hobby's dan? Goed, lezen, rommelmerken gaan. En niet fietsen. En wat dan meer? Ik heb niet zoveel hobby's. Maar wat doe je dan bij de rommelmarkt? Boeken kopen. Allemaal boeken om te lezen. Honderden boeken heb ik gekregen. Echt hoor. Wat zoek je dan van boeken? Streekromans. Dat bent de mooiste. Van Annie Oosterbroek. Ja. Televisie kijken dan? Ja, ook. Doen we ook. Wat kijk je dan? Voetbal altijd? Ja, ook hè. Ja? Ja, ik kijk ook graag naar voetbal. Dan zeg ik, Reni, wees als ik hem kijk die gek door zit, met die beetje schub. Nienke, 3,5 jaar. Je wil een mooi vestje zingen voor je opa en oma. Ga je gang. Meisje, bijbel, met elke dag. Met elke dag. Met elke dag. Lees je Bijbel met elke dag, dat je goeie maakt. Goed. En dan geef je oma en opa even een dikke kus. Jaapie en Betty, 60 jaar getrouwd. Een machtig mooi stel, hè?